ploeg gaan we het over hebben. Die start zijn eigen bezorgdienst. Ze werken met eigen busjes en eigen chauffeurs die in dienst zijn van een bedrijf. Die gaan het witgoed van Coolblue bezorgen. Nu bezorgen ze alleen nog in Brabant en Limburg. Maar voor het eind van het jaar moeten er in heel Nederland 55 van die blauwe bezorgbusjes rondrijden. Ilko, ik heb altijd geleerd, blijf bij je leest en zo, en core business. Maar ze gaan nu dus zelf bezorgen. Waarom? Ja, Coolblue groeit ontzettend hard. Afgelopen jaar verdubbelde de omzet naar meer dan 550 miljoen euro. En de helft van die omzet is afkomstig uit witgoed. Ja, omdat dat witgoed zo belangrijk is voor Coolblue, wil het nu de bezorging daarvan in eigen hand gaan nemen. Want, zo heet het dan in marketingtermen, die bezorging, dat is een belangrijke koopervaring voor de klant. Een beleving heet dat dan. Ja. Die experience aankomen. Dat kost wel wat, denk ik, of niet? Ja, dat is een miljoeneninvestering. Hoeveel precies wil Coolblue niet zeggen. We hebben even met ze gebeld vandaag. Maar ja, volgens Coolblue is het financieel verantwoord. Ze verkopen een paar duizend witgoedartikelen per week. En dat zou genoeg volume moeten zijn om zo'n investering te verantwoorden. Ja, en daarnaast hopen ze dus hiermee aan klantenbinding te doen. En daarmee dus nog meer omzet te genereren. Ja, maar nog even over, je moet bij de kern blijven. Dat leer je altijd in de managementboeken. Focus waar je goed in bent, de rest moet je uitbesteden. Coolblue kan heel goed dingen verkopen via internet. Ja. Ze zijn niet een logistieke ondernemer. Nee, hier hebben ze geen enkele ervaring mee. Dus het lijkt me toch wel een risico om zoiets dan zelf op te gaan zetten. Ja, Coolblue zelf zegt dat het een kwestie is van goed organiseren en het ook rustig gaan opbouwen. Ze zijn dus al bezig in Brabant en Limburg met een proef. Niet toevallig in die regio, want het distributiecentrum van Coolblue zit in Tilburg. Dus vandaar in het zuiden. We hebben het ook even voorgelegd aan Kees-Jan Roodbergen. Hij is hoogleraar kwantitatieve logistiek aan de Universiteit van Groningen. En hij vindt het toch wel een slimme zet van Coolblue. Ik denk dat dat slim zou kunnen zijn. Hè. In de e-commerce denk ik dat er twee keuzes zijn. Of op prijs gaan concurreren, of op service gaan concurreren. En we weten allemaal dat ooit misschien in de toekomst Amazon eraan gaat komen. En Amazon is een platform waar goed geconcurreerd kan worden op prijs. Ja, als je daarop voor wil bereiden, is het misschien niet verstandig om nu in te zetten op prijsconcurrentie, maar op concurrentie op service. Ja, dat is wel een slimme tactiek, zegt deze meneer dus. Gaan andere webwinkels dit voorbeeld volgen? Gaan die ook hun eigen dingen bezorgen? Nou ja, Roodberg had al even over Amazon, dat misschien al ooit naar Nederland komt. Amazon is ook al bezig met een proef om zelf te gaan bezorgen. Doet dat onder andere in VS, Duitsland, Frankrijk en Engeland. We hebben ook even gekeken hier in Nederland. Nou, daar is bol.com natuurlijk een grote bezorger van pakketjes. Dat wil zeggen verkoper, maar laat het bezorgen door met name PostNL. Mm-hmm. Maar bol.com heeft geen plannen om het zelf te gaan doen. Zij zeggen, ja, dat bezorgen, daar heb je echt specifieke expertise voor nodig. Die hebben wij niet. Dus wij blijven dat aan onze partners overhandigen. Okay, we gaan volgen. Amazon ging toch met van die drones? Ja, die drones. Ja, ja. Ja, maar we weten nog steeds niet of ze dat nu echt gaan doen of dat het toch een beetje een marketing is. Zo'n Coolblue maakt op mij pas indruk als ze een drone ontwikkelen waarmee je koelkast... Ik denk dat we nog een paar jaar op moeten wachten. Dan doen we ze een helikopter. Ja.